Nou, laten we maar even hier beginnen. Lubach heeft in zijn uitzending van afgelopen zondag een heleboel mensen die ik ook volg op de hak genomen. Mensen die het hele verhaal rond corona vanuit een ander perspectief laten zien. En ik ben zelf dus niet voorbij gekomen, terwijl ik al vanaf 2012 videofilmpjes maak, ook over vaccinatie. En in maart had ik het al over de PCR en de test die niet geschikt is voor dit doel. Ik had zelf ook voor schut willen gezet worden door Lubach. Het was een koud kunstje geweest om uit al mijn video's iets te isoleren, om totaal buiten context te plaatsen, zodat de kijkertjes thuis ook daar smakelijk om konden lachen. Dus ik ben hier teleurgesteld over. Maar daar gaat het nu even niet om. Er is voor het weekend van 24, 25 oktober zijn er twee betogingen gepland. Op zaterdag om 5:00 op het Malieveld in Den Haag. Dat heet Hart voor Vrijheid. Dus dat gaat om corona en de maatregelen. En op zondag gaat het om kindermisbruik in Utrecht op het Jaarbeursplein. Dat is achter het station. En dat heeft de hashtag Save All Kids. De eerste. De organisatoren die tot nu toe zich het meeste hebben geroerd rond het thema corona en maatregelen, die zetten het op in Utrecht, in Den Haag, op het Malieveld. Ze willen een groot hart vormen om daarmee de liefde uit te drukken. Want daar schort het nogal aan. Kom erbij en doe het vooral uit liefde voor jezelf. Ik hoorde iets over smoelendoekjes, dus neem ze voor de zekerheid mee. Ik heb zelf dit ding geproduceerd om daarmee de gang richting Coca-Cola-communisme uit te drukken. Want dat zie ik gebeuren. Daarover later meer op een ander videokanaal. Ik blijf niet hangen op YouTube, hè. Denk na, dat gaat al zoveel weg. Op zondag om 14:00 op het Jaarbeursplein is er een betoging rond kindermisbruik en de oprichting van de pedofiele partij. Alsof daar nog een partij voor opgezet moet worden. Want al jaren lopen de beschuldigingen dat in de top van onze samenleving allerlei hoogwaardigheidsbekleders zich ook inlaten met dit soort praktijken. Maar dan in netwerken. VPRO's Argos heeft daar in juni een aflevering over uitgezonden op Radio 1. Als je die nog niet hebt gehoord en als je er tegen kunt, zoek hem dan op. Zoek dan op VPRO Argos en glasschermen. Nou, dan heb je al een idee welke kant het op gaat. En ook al jaren lopen de beschuldigingen rond de oud-topman van justitie, Joris Demmink. En daar hebben een heleboel staatslieden geen onderzoek naar willen doen. Het laatst is minister Aso, die ook geen onderzoek wil doen naar de bevindingen van de journalisten van Argos. Waar ik een enorme waardering voor heb, want je steekt je hand in nogal een wespennest. Hè? Goed, dus daar gaat het om aanstaande zondag op het Jaarbeursplein in Utrecht. Save All Kids. En in Den Haag heet het Hart voor Vrijheid. Kom allemaal, want ik ben zelf ook van plan om te komen. En doe me een lol, verspreid dit filmpje, zodat iedereen weet dat er manifestaties aankomen. Dankjewel.